De La Eredivisie Beach, het beachvolleybaltoernooi, wordt alsnog van zomer in Almelo gespeeld. We hebben gisteren te horen gekregen dat we alsnog de Eredivisie beachvolleybal naar Almelo krijgen. Die was in mei afgelast wegens het coronavirus. Wij waren een van de 8 speelsteden. Sinds 1 juli zijn er weer wat versoepelingen, dus er zijn weer wat mogelijkheden voor sportevenementen. En daar heeft de beachvolleybal goed op ingespeeld. En wij zijn straks de tweede stad in de Tour. En in het weekend van 8 en 9 augustus komt de Nederlandse top hier bij het sportpark op deze beachvelden Eredivisie beachvolleybal spelen. Het is voor het tweede jaar. Vorig jaar deden we het voor het eerst. Het is voor ons wel nieuw, maar we hebben gemerkt dat het een enorme boost aan de binnenstad heeft gegeven vorig jaar. Vorig jaar zaten we op het Marktplein voor Café Niels. Dit jaar is dat wegens coronamaatregelen natuurlijk niet mogelijk, want er mag helaas niet enorm veel publiek op afkomen. Dus met de wat aangepaste maatregelen kunnen we nu toch de Eredivisie voor het tweede jaar naar Almelo halen, maar dit keer bij het sportpark en hopelijk volgend jaar weer in de binnenstad van Almelo. Net als vorig jaar organiseren we een breedtesportweek. Die is bedoeld om de Almelo's inwoners kennis te laten maken met beachsporten. Dat gaat nu in de vakantie iets lastiger worden. Vorig jaar hadden we alle basisscholen die kennis hebben gemaakt met beachvolleybal. De scholen hebben nu, of de kinderen hebben nu allemaal vakantie, maar we denken toch dat de Almelo's inwoners, dat er nog genoeg inwoners zijn die niet op vakantie gaan, dus die hopen we op een andere manier nu te bereiken. En daarnaast proberen we ook verenigingen kennis te laten maken met de beach variant van hun sport. En daarnaast organiseren we nog een bedrijfvolleybal toernooitje. Het weekend van 8 en 9 augustus is het dus de Eredivisie en zal hier op 8 augustus op zaterdag worden hier de voorrondes gespeeld tot met de kwartfinale. En zondag is het finale dag, dus dan zal van de 3 velden zal 1 veld echt omgebouwd worden tot center court, noemen ze dat. Dus echt finale veld. En daar worden dan de halve finales, de finales en de kleine finales gespeeld. Zaterdag de voorrondes, zondag de finales en de week voorafgaand de breedte sportweek. Net als bij het zwembad zou je je aan moeten melden om te komen kijken. Dat gaat via de website veiligsporten.nu. Daar zullen de Almelo's inwoners inmiddels al wel, zal voor hun herkenbaar zijn. Want voor alle sportactiviteiten moet je je nu aanmelden via veiligsporten.nu. En dat zal straks voor bezoekers van de Eredivisie Beach hetzelfde zijn. We moeten toch hier om het veld zorgen dat iedereen 1,5 meter uit elkaar blijft. Dat is bij jeugd wat anders. Dus de breedte sportweek voor kinderen kunnen we iets anders gaan aanvliegen. Maar als de Eredivisie hier plaatsvindt en er komen allerlei mensen kijken, dan moeten we 1,5 meter hanteren. Dus veel meer als 250 bezoekers zouden we niet kunnen hanteren. Thank you.